De aftrap wordt mede mogelijk gemaakt door slagerij J&J Rundekamp, Jan Smit BV, Smit Bokkum. Al 6 generaties en ruim 160 jaar het culinaire visitekaartje van Volendam. Pandora Intelligence, finding the narrative in big data en Vishandel Sier. Goedendag en welkom bij weer een nieuwe aflevering van De Aftrap. Naast mijn sidekick Nick Tol hebben we twee fantastische gasten. Twee ex-voetballers, Jack Tuyp en Gerald Vaandenburg. Heren, welkom. En ze werken alle twee, bouwen ze naast hun voetbalcarrière, of naast hun einde van hun voetbalcarrière, aan een nieuwe carrière. En nogmaals van harte welkom. Gerald, om met jou te beginnen. 1988, Europees kampioen. Toen pakte hij ook nog eventjes de Europa Cup 1 met PSV. 8 keer werd je kampioen van Nederland. En nu ben je dierenfokker in Zuid-Afrika. Ja, hoe gaat dat? Nou, ik ben geen dierenfokker, maar ik heb daar mijn eigen farm. En dat is gewoon geweldig. Ik ben daar terecht gekomen en soms lopen dingen anders dan je zelf denkt. En ik vind het in ieder geval geweldig om te doen. Ja, hoe is dat ontstaan eigenlijk? Nou, ik speelde met een wereldelftal in Zuid-Afrika, met Laudrup en Gullit en al die gasten. En mijn zwager die woonde daar al, die werkte bij een vliegtuigmaatschappij. En op een gegeven moment zijn we daar op safari gegaan. En dat was nog niet eigenlijk de eerste opzet om wat te gaan doen. Maar hij werkte daar en hij ging in de weekenden ging hij naar de farm toe. En op een gegeven moment was hij meer op de farm dan dat hij bij de vliegtuigen bezig was. Dus zo is het eigenlijk een beetje ontstaan. En heb ik me erbij... bij gemengd en inmiddels hebben we 400 beesten, dus het is iets verder gegaan dan alleen maar op safari. En wat voor beesten praten we dan over? Je praat eigenlijk buiten de Big Five over alles. We hebben sables, impala's, nyala's, echt alles wat er eigenlijk buiten de Big Five te zien is. Ja, en dat heeft jou dus echt te pakken nu? Nou, ze hebben me nog niet te pakken, maar gelukkig nog niet. Maar ik heb er echt een heel goed gevoel bij en ik heb met mijn vriendin doen we daar heel veel en... We hebben er heel veel plezier in, absoluut. Ja. Je bent wel een keer bijna aangevallen, toch, door een beest? Nou ja, weet je, als je in Afrika zit, dan moet je niet met je slippertjes overal lopen. En wij hadden op een gegeven moment, liepen de wilde beesten. En wij hadden er eentje met een fles opgevoed, omdat die moeder was overleden. Mm-hmm. Wat voor beest was dat? Een wilde beest. Okay. Een gnoe is dat eigenlijk. Okay. En wij stonden bij de auto, we waren ze aan het tellen. En ik zou links beginnen en hij rechts. Want die kudde liep daar zo door, maar mooi op een lijn. Nou, en op een gegeven moment waren we aan het kijken en ik zag er eentje links afslaan. Maar die ging steeds harder lopen. Maar we stonden nog op 200-300 meter. Ja, en op een gegeven moment kwam die zo dichtbij, maar hij ging steeds harder lopen en liep een jong achteraan. Dus ja, toen zijn we heel hard, op een gegeven moment riep mijn maat, die riep rennen. Ja, en ik ben ook echt gaan rennen en toen zijn we daar, ben ik de auto in gedoken. En ja, daar kwam hij langs. En dat zijn momenten die normaal nooit gebeuren. Dat gebeurt nu ook niet meer, want we tellen ze niet meer, want dat wordt gedaan. Mm-hmm. Maar dat was wel apart, ja. Maar ik heb begrepen dat je het vluchten voor dat beest vergeleek met het nemen van een penalty. Dan neem ik toch liever een penalty, denk ik. Nou, bij een penalty hoef je niet zo hard te lopen. Dat is het enige verschil. Ja. Nee, maar het is wel de adrenaline, het gevoel. Ja, dat is wel spanning. Ik bedoel, alleen bij een penalty heb je nog vaak dat je in een bepaald een moment staat. Nou, daar ben je echt alleen maar aan het kijken wat gebeurt er. En het komt op je af, weet je. Ja, een penalty kan je zelf het moment bepalen. Maar dat is bij dat niet. Dan moet je op een gegeven moment echt gaan lopen. Want jullie hebben best een aardig gebied daar, toch? 1000 hectare, las ik. Ja, wij hebben ongeveer 600, maar het gebied daar is ongeveer 20.000 hectare. Zo, en dat gaan ze uitbreiden, dus ja, dat is wel groot. Enorm. En daar kunnen mensen dan gewoon genieten van een luxe vakantie? Ja, klopt. Wat wij bieden exclusieve reizen aan en dat is gewoon echt ongelooflijk. Ja, kan het dan ook gebeuren dat er bijvoorbeeld als je in je kamer ligt, dat er dan even een slang... Nee, ja, dat weet je, ik moet altijd... Geen tuinslang, hoor. Ik moet altijd oppassen. Ik bedoel, het is niet zo dat ik kan zeggen, jij komt vandaag niet op de farm tegen die slang. Dus... Nee. Maar we hebben 400 rondlopen en ik heb nog nooit iets geks meegemaakt buiten dat ik met de cameraploeg daar was. Ja, dat heb ik gezien. Toen met die beelden, met die slangen op dat terras. Ja, en voor de rest heb ik nog nooit iets meegemaakt met slangen. Nee. Niet zo op de varren, maar ja, je zal het net zien. Maar ben je dan zelf ook niet bang? Nee. Nee? Nee.
Nee, maar een slang doet niks. Ik snap dat jij bang bent. Ja, ik wacht even. Nee. Hij maar bijt wel eens, hè? Nee. Een slang doet alleen maar iets als je hem echt in nauw brengt. En een slang komt niet dat hij denkt van, ik ga daar naartoe. En dan zit Jack. En die ga ik eens even achter. Maar ik heb toch liever een tuinslang. Ja, oké. Okay, nou ja, dan moeten we die er ook niet in zitten. Nee. Maar dan moet je wel een keer langskomen. Was het nou niet leuk geweest om deze uitzending daar te doen? Ja, inderdaad. Ja, locatie. Kunnen we ook een keer gaan doen. Ja. Kom jij nu mee, Jack? Zelfde gasten, toch? Ja, jij gaat toch mee, Jack? Ja, dat kunnen we een keer gaan doen. Ja, nee, doe ik wel. Ja. En Jack, jij bent wel van beesten, toch? Ik vind ze leuk bij een ander. Ja. Jack, even wat anders. Je nieuwe baan bij FC Volendam na je carrière als accountmanager. Hoe bevalt dat? Ja, bevalt goed. Ik accountmanager en de technische beleid erbij. Met een aantal mensen, dus het is niet zo dat ik alle beslissingen neem. Maar het bevalt mij echt heel goed. Ik ben veel op pad, veel contact met mensen, veel nieuwe mensen leren kennen. Ik ben heel tevreden. En hoe ziet jouw dag er dan uit? Nou, dat is elke dag anders. De ene dag heb ik veel afspraken, de andere dag weinig. Dus ik zit de ene dag de hele dag op kantoor en dan zit je allerlei dingen uit te zoeken. En de andere dag dan heb je een aantal afspraken, ga je mensen bezoeken, nieuwe sponsoren zoeken. Huidige sponsoren tevreden houden. Dan zit je weer met een speler of met een zaakwaarnemer. Dus het is heel divers. Variërend dus. Ja, leuk. Maar wel voornamelijk commerciële zaken dus? Nou, dat ligt er maar aan. Dat ligt er maar aan de periode. Dus de periode juli, augustus, ja, dan heb je ook wel technisch veel te doen. En de maart met al die contracten die je dan wel of niet verlengt. En de andere maand, zoals net, als net de transfermarkt dicht zit, dan is dat rustiger. En dan doe je eigenlijk al je tijd commercieel. Ja. Help je daar ook nog een beetje mee tijdens zo'n transferperiode? Dat je bijvoorbeeld zegt van, Michel, ik heb nog wel een nummer of ik ken nog wel een speler die misschien tuurlijk wil komen. Ik zeg al, ik dat is een van mijn taken. En daar zitten we samen over, ze hebben het over spelers en dan... Ja, heb je zelf ook connecties. Kees die komt er nu een beetje bij, die heeft connecties. En dan komen we wel tot een oplossing mee. Ja. Voor zo'n Kasper Peters hebben jullie wel flink in de buidel getast, hoor ik. Ja, dat exacte bedragen, die weet ik niet eens. Ik weet wel dat we wilden hem graag hebben. En ik hoop natuurlijk dat dat een groot succes gaat worden. Ja. En komt dat geld, waar komt dat dan opeens vandaan? Want het waren natuurlijk niet altijd de beste. Dan had je moeten uitnodigen. Ja, inderdaad. Die hadden we eigenlijk moeten uitnodigen. Ja. Je hebt zijn rechterhand natuurlijk. Ja. Nee, echt wat dat betreft, de gesprekken met spelers en ik krijg dat te horen. Ik ben niet degene die de budgetten bepaalt en die bepaalt welke contracten we aanbieden. Dat is niet waar ik verantwoordelijk voor ben, maar wel het uitnodigen van spelers. Kijken welke spelers geschikt zijn en dan echt een gesprek met spelers aan. Mm-hmm. Mis je het spelletje niet? Nee. Nee, ja, mijn laatste jaar bijvoorbeeld had ik eigenlijk al... Wat minder plezier. Een half jaar bij de dijk, dat was eigenlijk geen plezier. Dus Het was voor mij een mooi moment om te stoppen. En daarom heb ik eigenlijk ook geen spijt gehad. Of dat ik denk van, ik had nog door willen gaan. En, voor mij is het mooi geweest. Ik had je nog wel willen zien bij de zaterdag 1 bijvoorbeeld, bij de amateurs. Ja, maar dat wat mij tegenhoudt is die verplichting die je dan weer aangaat. Met dinsdag trainen, donderdag trainen, de hele zaterdag ben je weer op pad. En zaalvoetbal, ja? Ja, die spelen, ZVV speelt bijna altijd op vrijdag. Dus dat is zonde. En ik ben nu oproepkracht bij ZVV 4. En die spelen op woensdag. En dat vind ik echt leuk om te doen. Ja. Doe je in je eentje? In mijn eentje. Dus, Nee. Achterin, nee. Op doel. En, En Jakke, even wat anders. Klaas Schilder, daar heb je natuurlijk ook een hoop van geleerd. Die zit nu in een moeilijke situatie. We willen hem even vanaf deze plaats Aarton onderin steken. En hem sterkte wensen. Ja, dat is allemaal sneu, hè? Ja, dat is verschrikkelijk. Ja. Dat is echt wat dat gezin in zo'n korte periode allemaal overkomt. Dat, dat is gewoon echt verschrikkelijk. Weet je de laatste update over hem? Klaas gaat goed. Herstel is voorspoedig. Hij is nu in een revalidatiecentrum. En dat ziet er goed uit. Oké, dat is een goede zaak. Ja. Hey, de RKHV die speelt tegen Vitesse. Volgende week dinsdag. Ja. En zie je kansen voor zaterdag heen? Kansen zijn er altijd. De beker is altijd raar. Maar ja, dan kunnen we alle clichés nu op tafel gooien. Dan zou Vitesse echt een ongelooflijk slechte dag moeten hebben. En de RKV echt een topdag. Nou, die hadden ze vorig jaar toch? In de beker? Ja. In Amsterdam. Ja. Tegen? Tech? Zwift. Zwift. Ja, dus daarom zeg ik al. Je bent nooit van tevoren kansloos. Maar ja, dat gaat heel moeilijk worden. Ja. Nou, het kan wel gaan spoken, hè, op dat eigen complex, de 3500 man altijd, dus ik vind het leuk dat het eigen complex is. En ik bedoel, daar kan wel wat ontstaan. Zeker als het een langere tijd in de gelijk blijft, dat er echt wat gaat leven.
Maar ja, van tevoren gezegd, dan mag Vitesse daar nooit problemen krijgen. Nee. Begrijp jij het eigenlijk, dat is op een eigen complex voetbal? Ik begrijp het wel. Ja, ja, want dit gebeurt niet elk jaar. Nee. En zeker niet met zo'n tegenstander. Nee. En dan snap ik wel dat je op je eigen complex wil met alle supporters erbij. Ja. Jeddelt jij voetbal? Doe je nog wat? Nou, ik speel af en toe met de oud-internationals. En voetbal is het mooiste spelletje wat er is. Dus daar zal je altijd een bepaalde binding mee houden. En dat heb ik ook. Ik doe af en toe nog wel eens wat met gastjes trainen. Ik ga nog wel eens kijken. Dus je bent altijd wel onderweg. Het is gewoon een geweldig spel. Dus, ja. Je kan hem nog wel neerleggen, toch? Nou, wordt wel minder, maar als ik zo uit stilstand lukt het wel. Ja. Je hebt me niet hoeft te lopen. Gisteren nog gevoetbald, toch? Ja. Ik net. Ja, met de oud-internationals hebben we gespeeld. En? Dan steek je er nog wel bovenuit? Nee, maar weet je, dat moet je ook niet willen, joh. We hebben er zo'n lol in. Ik bedoel, je speelt met de Boertjes, je speelt met Wietje, je speelt met Aron Winter, met Van Hooijdonk. En dat is al heel erg leuk om dat te doen. En ik bedoel... Ik vind voetbal is het leukste wat er is. En dan, we zagen net Arnold eventjes. Ja. En daar komen alle verhalen. En dat is geweldig om dat onder elkaar weer te hebben. Ja. En dat is vooral de kick. We moeten niet verwachten dat we even ploegen oprollen. Want dat is voorbij. Maar je zat net even inderdaad met Arnold Muren dan in de koffiekamer. Maar dan, het ijs hoeft niet eens te breken. Hè? Dus meteen gaat het los. Nee, maar we hebben natuurlijk zoveel meegemaakt. Ik bedoel, we hebben bij Ajax gespeeld en we hebben ongelooflijk mooie tijd gehad met denk ik, fantastische spelers. Dus ja, daar raak je nooit over uitgesproken. En daar hebben we natuurlijk altijd een heel speciaal gevoel bij, absoluut. Wat is nou het mooiste wat jullie samen hebben meegemaakt? Nou ja, we hadden het er net over. We hebben een jaar gehad dat we geloof ik 120 goals maakten en geen kampioen werden. Ja. Dus ja, dat soort dingen. We hebben met spelers gespeeld. Die was niet het mooiste, neem ik aan, wat je meegemaakt hebt. Nee, hij zei het al, 8 keer kampioen en ook een paar keer bij Ajax. Dus, er waren wel een paar leuke dingen, maar kijk, wij, het voetbal dat wij speelden, je ging iedere dag met plezier naar Ajax toe. En ik denk dat iets is wat heel extreem is. En ja, daar heb je een heel speciaal gevoel bij. En dan met Cruijff natuurlijk, want jullie zeiden al straks in de kantine van... Die had over Menzo, nou, die was vliegende keeper. Nou, die mocht hem eens aan te pakken, maar dat hoefde niet. Dat hoefde niet, nee, maar dat zegt ook alles. Weet je, we hadden voetballend zo'n geweldige ploeg. Ja. En wij hadden een ploeg die probeerde de constant bij de tegenstander op de helft te zitten. En daar hadden we ook nog het vermogen om daar nog wel wat te doen. Dus ja, dat was voor de mensen was dat echt een geweldige periode. We hadden Jesper Olsen, Robbie de Wit, dat soort gasten hadden we rondlopen. En dan hadden we Van Basten in de spits, ik speelde op rechts. Ja. Nou ja, dan hoef je niet zoveel meer te zeggen, denk ik. Dat was echt goed. Echt en was Cruijff wel jouw beste trainer die je ooit hebt gehad? Ja, Cruijff was gewoon uniek mens. Ja. Ik bedoel, zijn manier van voetballen, als je alleen de filosofie van hem... we moeten er gewoon één meer maken dan een tegenstander, daar win je. En het publiek vermaken. Ja, en hij was natuurlijk gewoon qua voetbal... Ja, was hij gewoon echt een voetbaldier en probeerde altijd op een goede manier te voetballen. En voetbal erin te krijgen. En ja, daar was hij uniek mee. En absoluut was een van de allerbeste trainers die ik gehad heb. Ja. En wie was nou je slechtste? Nou, moet ik een lijstje maken. Daar ben ik nooit zo'n fan van. Nee, maar dat je echt het idee had van... Nou ja, hier steek ik dus echt helemaal niks van. Ik ga echt geen namen noemen. Ik heb trainers gehad die zetten 2 keer een speler in dezelfde opstelling. Ja, dat mag je niet. Weet je wel, we stonden op de opstelling te kijken. En er stond 2 keer dezelfde speler erin. Dat zijn dodelijke. Dan speel je dus met 12 man. Ja, of met 2 keer dezelfde. Nee, ja. maar weet je, ik heb gewoon veel dingen meegemaakt met trainers die minder waren. En ik heb gelukkig ook heel veel goeie gehad. Ja. Waarom is het zelf nooit helemaal, ben je zelf nooit helemaal tot wasdom gekomen als trainer? Nou ja, ik denk dat ik kwam natuurlijk uit mijn carrière. Ik bedoel, ik had in Japan overal gespeeld, Frankrijk, Duitsland. En ik wilde eigenlijk rust hebben. Ik ben toen ook gebeld door veel clubs. Maar ik wilde niet weer overal naartoe. Ik wilde in Eindhoven zitten, want dat was op dat moment mijn gezin. En daar heb ik ook de keuze in gemaakt. Nou ja, daar kwamen er wat clubs die eigenlijk in Eindhoven zijn. Ik heb bij PSV gewerkt. Mm-hmm. Daar heb ik een fantastische tijd gehad met Afellay, Bakal, Ajax, die noem ze maar op allemaal. Ja, beloftes. Ja. En toen ben ik, eigenlijk zijn er 2 clubs in de buurt. En dat is Eindhoven en Helmond Sport, die vlakbij zitten. En die heb ik allebei gehad en dat was gewoon dramatisch. Mm-hmm. Niet omdat dat het niet leuk was. Maar het niveau was gewoon echt slecht. Het werd geloof ik voor het hoogste salaris was geloof ik 1.000 euro. Ja. Dus dan moet je niet verwachten, dan kan je vaak bij een amateurclub meer presteren. Dus dat was niet de beste keuze. En ze staan nog steeds onderin. Dus ja,
Wat dat betreft is weinig veranderd. Ja. Heb je er achteraf spijt van dat je het zo op aangepakt? Nou ja, ik kom naar veel clubs. Ik bedoel, ik heb met een paar clubs die wilden gewoon die nu subtop Eredivisie heb ik niet gedaan, omdat ik in de buurt wilde zitten en achteraf had ik daar wel een betere start in kunnen maken. Ja. Zie je zelf niet nu alsnog een keer een stap maken? Nee, ik kan wel wat gaan doen. Ik zit er wel over na te denken om weer wat te gaan doen. Ik bedoel. Maar waar moeten die beesten dan in Zuid-Afrika? Ja, daar zitten mensen. Okay. Daar ga ik gewoon af en toe in de vakanties er even heen. Maar nee, er zijn echt mensen die daar zijn. Ja, constant. Okay. We hebben veel mensen in dienst. Dus dat lukt wel. En anders haal ik ze hier. Oké, top. Goed, we hadden het straks hadden we het even over de zaterdag 1. Maar het zaalvoetbalteam van ZVV Volendam, die presteren ook geweldig. Vorig jaar op een nippertje net niet kampioen geworden. En afgelopen week wonnen ze de eerste wedstrijd. En na die wedstrijd ging Nick Tol die ging op bezoek bij ex-zaalvoetbal international Johan Muren. En die stelde een paar vragen aan hem. Johan, kermis overleefd? Ja, een soort van. We leven nog in ieder geval, dus we hebben het overleefd. En gaan we weer volle bak nu naar de kermis? Ja, zeker. Dinsdag naar kermis hebben we een ingelaste training gehad. Ook om even de drank eruit te zweten. En woensdag hebben we een uur langer getraind dan gebruikelijk. Ook om toch even die conditie op te vijzelen. En ja, dat heeft geresulteerd in een goede conditie afgelopen vrijdag. Vorig jaar natuurlijk bijna kampioen. Hoogtepunt. De hele zaal weer vol gekregen. Goede competitiestart. Wat is jullie kracht dit seizoen? Hetzelfde als vorig jaar, denk ik. Is natuurlijk de teamkracht. We zijn ook echt een vriendenteam. We vechten voor elkaar. En we willen dit jaar net zo ver komen als vorig jaar. En misschien nog wel even beter, of niet? We hopen het wel. We hopen het wel. Wordt lastig, maar we hopen wel nog beter te doen. En beter is eigenlijk in de finale komen voor het Nederlands kampioenschap. Maar dat is niet makkelijk. Daar gaan we wel behoorlijk voor strijden. En dat wordt onze doelstelling. Maar simpel wordt het niet. Je hebt wat versterkingen erbij natuurlijk. Is het wat? Zeker weten. Ja, Jeroen de Groot is natuurlijk Nederlandse top. Ferdy Kaleveld, een zeer ervaren Nederlandse zaalvoetballer. Heel veel ervaring. Johan Keizer erbij. Die was in bloedvorm tijdens de kermis overigens. Ik hoop dat hij die vorm doortrekt dit seizoen. Dus we zijn er heel blij mee. Maar natuurlijk ook zijn we Maurice Buijs verloren. Was het best wel een sleutelspeler vorig jaar op belangrijke momenten. Dus we missen natuurlijk ook wel hem. Maar ik denk dat de opvulling goed is. En passen die nieuwe jongens ook een beetje binnen de groep? Want jullie hadden natuurlijk wel een hecht team ook vorig seizoen. Uitstekend. Uitstekend. Geïntroduceerd bij de Edamme kermis. Nee, die zaten er meteen lekker in. En binnenkort op trainingskamp, hoor ik al? Als het goed is, is ZVV Volendam daarmee bezig. Aan het einde van het seizoen gaan we dat doen. En dat wordt geen weekendje naar Valkenswaard, maar? Nou ja, er zijn nog wat keuzes. We gaan waarschijnlijk naar Brazilië, het land van futsal. Naar Fortaleza. Ja, jullie pakken het meteen serieus aan dus? Nou ja, we willen ook serieus de tegenstand. En Brazilië is natuurlijk het voetballand bij uitstek. Dus ik denk als we naar een land kunnen waar ze heel goed kunnen zaalvoetballen, moeten we wel in Brazilië zijn. Daar zijn we mee bezig, is nog niet definitief. Maar we hopen dat het zover gaat komen. En dan natuurlijk ook op strand voetballen. En toevallig kun je er ook aardig uitgaan. Daar kun je ook aardig uitgaan. Daar is ons team natuurlijk niet vies van. Maar de nadruk ligt natuurlijk op het trainingskamp. Ja. Oké, nou top. Wat is jouw huidige rol nu binnen het team? Dag. Mijn huidige rol is dat ik heb aangegeven dat ik graag stand-by wil staan. Vorig jaar was het natuurlijk een geweldig seizoen. Iedere week was het fantastisch. Iedere week was het feest. Won ook heel veel. Nou, ik vond het eigenlijk misschien wel het hoogtepunt uit mijn carrière. En toen heb ik ook gezegd tegen de trainer, nou, van mij hoeft het niet dat ik iedere week weer op pad moet. Die verplichting wordt wel wat zwaar op een gegeven moment, ook met mijn huidige baan. En ik heb gezegd, ik train volop mee. Elke training ben ik erbij. En als ik nodig ben, als we een man tekort hebben, doe ik gewoon mee. En dat is mijn huidige rol. Dus ik zie het echt als stand-by. Ja. En vorige week hadden we al man tekort. Ja, en toen deed ik alweer mee. Maandag, woensdag trainen. Vrijdag wedstrijden. Het is wel te doen. Succes. Dankjewel. Ja, we zagen Johan Muren. De eerste wedstrijd van ZVV werd dus gewonnen met 9-0. Maar afgelopen vrijdag ging het iets minder en die wedstrijd werd verloren met 7-4 in Eindhoven. Jack, als je bepaalde spelers ziet bij ZVV, zouden die niet nog op het veld passen bij de FC? Ja, dat is voor mij moeilijk oordelen. Ik heb één keer meegetraind. Ik heb die eerste wedstrijd, die 9-0, heb ik ze gezien.
En vorig jaar, wat ik zeg, ze spelen eigenlijk altijd op vrijdag, dus ik kan nooit kijken. Dus het is voor mij heel lastig oordelen om die jongens te bepalen of ze mee zouden kunnen. Ja. Een aantal jongens hebben wel tot en met de tweede meegedaan. Ja. Dus die hebben wel ook de kans gehad. Ja. Maar die hebben dus doen het nu gewoon goed in de zaal. Ja. En bij de RKV speelt nu Niels Springer in de spits. Topscorer van de eerste klasse vorig seizoen. Ja. Waren natuurlijk in Volendam wat geruchten dat hij naar de FC zou gaan. Ik ben vorig jaar een aantal keren bij de zaterdag geweest. Heb hem een aantal keren bekeken. Ik vind het een hele gevaarlijke speler. In de 16, een echte spits. Goede loopacties. Hij weet wat hij moet doen om een goal te maken. Ik vind dat hij buiten de 16 in het meevoetballen nog wat sterker kan worden. We hebben hem besproken. Alleen ik vind, wij hebben Thaïe Tenden, we hebben Enzo Stroo. We hebben twee jonge jongens die aangesloten zijn met Jim Beers en Youssef Blauw. En om dan ook nog Niels te gaan halen als vijfde. Ja, daar wordt hij denk ik niet gelukkig van. Daar wordt hij ook niet beter van. Dus ik denk dat het sowieso ook voor zijn ontwikkeling beter is om dit jaar nog bij de zaterdag sowieso te spelen. Ja. En minuten te maken en goals te maken. Maar bij Henk Veerman, die hebben jullie toen ook bij de amateurs vandaan gehaald. Robert Muren natuurlijk. Ja. Henk speelde volgens mij eerst nog in tweede mee. Ja. Is dat dan niet beter om hem gewoon bijvoorbeeld twee keer in de week laten meetrainen met jullie? Misschien wel onder begeleiding van jou? Dat zou... ik sta zelf niet meer op veld. Nee, maar ik bedoel dat je wat tips geeft. Ja, en dat soort dingen. Dat zou wel een optie kunnen zijn. Maar we hebben nu wel echt voor op dit moment bewust gekozen van we doen het niet. Omdat van ja, we hebben zoveel spitsen. En je ontwikkelt je door wedstrijden te spelen. En door daarin spelsituaties te creëren. En daarin ook onder druk de goals te kunnen maken. Mm-hmm. Maar achten jullie het niet ondenkbaar dat hij volgend seizoen alsnog komt? Als hij nu een goed seizoen draait? Waarom niet? Okay. Dat ligt hem natuurlijk aan hoe je het zelf gaat doen. Ja. Ja, jij zegt net zelf van ik sta zelf niet meer op het veld. Zou je dat niet meer willen? Om specialist te trainen? Echt een volledige trainer, dat ambieer ik niet. Maar bijvoorbeeld een paar uurtjes op een dag? Dat zou wel kunnen. Om echt specialisten de aanvallers te gaan trainen. Dat sluit ik niet uit in de toekomst. Maar op dit moment is dat niet aan de orde. Want ik bedoel, jij hebt in betaalde voetbal heb je 300 doelpunten gemaakt. Ja. Laten we dat er gewoon in houden. Overdreven. dus het lijkt mij dat je wel aan kunt geven hoe een spits moet lopen en hoe hij zich aan moet bieden en eerste paal, tweede paal en dat soort zaken. Dat kan jij als geen ander volgens mij. Dat zou kunnen. Ik zeg al, ik sluit het ook niet uit. Alleen we hebben natuurlijk een spitstrainer en op dit moment is dat gewoon niet aan de orde en wellicht in een later stadium wel. Goed, Gerald. Ajax speelt aankomende woensdag tegen AEK Athene. Ja. Voor de Champions League. Zeg maar. Ik denk dat Ajax heel ver komt. Ik heb er heel goed gevoel over. Ja? En waarom? Omdat ik gewoon een hele goede ploeg vind. Ik vind dat ze spelers hebben waar je echt het gevoel bij hebt dat er wel weer iets kan ontstaan. Ja. Ajax is absoluut een ploeg die voetballen, denk ik, voor mij het leukste voetbal van Nederland spelen. Dat vind ik echt. En afgelopen jaren was dat ook zo. Alleen ik vond ze niet zakelijk. Dus de belangrijke wedstrijden, die hebben ze ook nog wel eens verloren. En zelfs de laatste wel eens in de laatste competitiewedstrijd, waardoor ze geen kampioen worden. Maar ik vind wel weer dat je ziet dat er iets bij Ajax ontstaat. Ja, met Tadic erbij en Taylor Blind dan. Alhoewel die met Nel zelf dan niet zo goed was. Ja, dat net over dat jullie ooit vroeger een elftal hadden, 120 goals. Echt een team waarvoor je naar het stadion kwam. Zie je dat nu ook een beetje terug bij huidige Ajax? Nee, dat zeg ik. Je hebt wel specifieke spelers. Ik vind dat je, als je naar Ajax kijkt, dan heb je in ieder geval spelers die weer waarvoor je eigenlijk wel naar het stadion gaat. Ja. En dat is een aantal jaren gewoon niet zo geweest. En als ik dat vergelijk met bijvoorbeeld PSV, dan vind ik Ajax gewoon... Ajax vind ik de betere ploeg. En ik denk dat Ajax kampioen wordt. Ook al zegt PSV, het is een collectief. Maar ja, als je drie keer in de laatste minuut een goal maakt, ja, dan kan je wel zeggen, ja, ze hebben een beter collectief. Maar als je die drie wedstrijden niet wint, dan hadden ze een hele andere situatie. En ik denk dat Ajax gewoon meer kwaliteit heeft. Ajax had vroeger, was ook, zeiden ze, Lucky Ajax. Ja. Maar dat win je ook af, toch? Zoals PSV. Nou ja, ik denk als je 4-5 keer kampioen bij Ajax wordt in een periode van acht jaar of zo, dan kan je praten over Lucky Ajax. Maar, ja, maar omdat ze ook Ajax vaak scoorden in de laatste fase. Ja, maar ja joh. Ik bedoel, dat heeft PSV nu. Gaat nou voor PSV, Lucky PSV wordt dat? Of... Ja. Je hebt zoveel tijd in de wedstrijd en dan moet je goals in maken. En als je dat doet, dan win je de wedstrijd. Maar vind je daardoor PSV niet zakelijker? Ja, maar dat zegt iedereen nu. Maar ja, ik denk dat dit jaar dat een beetje gaat veranderen. Ik vind Ajax gewoon een betere selectie hebben. En ik denk voetballend ook leuker om te zien.
Alhoewel ik wel vind dat PSV heel goed ingekocht heeft, maar ja, dat is nog een beetje afwachten. Maar, nu weer met die Gutierrez. Ja, ja. Dat is ook een goede voetbal. Absoluut, absoluut. Maar ik tip Ajax als kampioen. Ja. Het is iets van Erik ten Hag trouwens als trainer. Ja, die ken ik niet. Nee? Ik bedoel, nee. Moeilijke oordelen van mij. Nee, dan moet je erbij lopen. Ik bedoel, iedereen heeft een mening over voetbal. Maar net zoals dat we net zeiden, je moet er wel bij zijn. En je moet wel weten wat er gebeurt bij een club. En ik kan daar geen oordeel over geven. Nee. En hoe kijk je nu naar 70ers als Dick Advocaat en Guus Hiddink, die toch weer aan de slag gaan? Ja, nou ja, weet je. Kijk, het zijn natuurlijk mensen die heel veel bagage hebben. Mm-hmm. En eigenlijk zouden die mensen er op moeten leiden. Daar zouden ze bij moeten lopen, vind ik, omdat ze zoveel bagage hebben. Dat echt voor een jonge trainer of een trainer heel veel extra geeft. En ja, als ze zelf de keuze maken dat ze dat zelf willen doen, ja, dan is dat zo. En ik denk dat je in Nederland alleen maar blij kan zijn met toptrainers. Alleen op een gegeven moment denk ik wel dat er verandering moet komen. Ja. Gerald, stel nou eens dat je iets zou kunnen terugdraaien in je leven. Wat zou dat dan zijn? Moet ik even heel goed nadenken. Er zijn zoveel dingen. Die dieren gaan tellen. Ja, ja, ja. Nee, er zijn zoveel momenten, weet je, misschien dat ik de belangrijkste was misschien wel Roma, 12 miljoen. Misschien had ik die moeten pakken. Dat was in je tijd van Ajax, hè? Dat was toen ik bij PSV op een gegeven moment gespeeld had. En toen maakte ik de keuze contract voor het leven. Toen kon ik naar Roma toe voor 12 miljoen. En die keuze had ik moeten maken, denk ik, achteraf. Ja. Jak, jij? Ik heb geen idee. Hongarije? Nee, hè? Nee, want ik vind het wel een belevenis en ik had hem ook niet willen missen. Jij was nooit zo'n terugkijker, hè, op je carrière, tijdens je actieve carrière. Nee. En is dat nu wel meer geworden? Nee, ook niet. Je hebt wel veel dvd'tjes thuis liggen, toch? Met al die goals en zo. Die heb ik, die hebben mijn ouders en mijn vrouw hebben daar aandacht aan geschonken. En vooral mijn neefjes die hem af en toe kijken. Dus, maar ik ben niet iemand die s'avonds in de bank gaat liggen en mijn eigen hoogtepunt even gaat terugkijken. Nee. Lekker. Nee. Lekker op de bank onderuit gezakt. Nee, nee. Ja, ken het oude FC Volendam. Wat is jouw visie daarop? Want het gaat nu natuurlijk niet zoals het hoort eigenlijk. 5 gespeeld, 2 punten. Nee, dat loopt stroef. Ik denk dat er heel veel angst in de ploeg zit. Ja, maar waarom? Ja, dat vraag ik me ook af. Ik zie af en toe, kijk ik dan ook een stukje 11 tegen 11 op trainen. En er is gewoon spelers, je ziet gewoon dat ze moeite hebben met fouten maken. En dat ze dan liever vertrouwen. De bal, het is vertrouwen. Ze willen liever de bal dan niet hebben. En dan denk ik bij mezelf van ja, dan zie ik ook de wissels. En die doen alles eraan om op te bouwen. Die doen alles eraan om vrij te komen. En dan denk ik bij mezelf van ja, dat en de basis moet dat gaan doen. Maar ook die jongens die dan vanuit de wissels dan af en toe naar de basis gaan. Dan moet je ook datzelfde proberen te brengen. En het is pure angst. Zal er wat gaan veranderen als Boy Deul direct misschien fit is? Ja, ik hoop het. Boy is wel een speler die heel veel creativiteit heeft. Die een man kan uitspelen. Die mensen alleen voor de keeper kan zetten. En ik denk wel dat een type speler is die wij op dit moment missen. Ja. En Joey natuurlijk nu. Ja, dat is natuurlijk ook vervelend. Dus het draait stroef. En dan raak je ook nog een belangrijk speler voor een lange periode kwijt. Ja. Het is natuurlijk achteraf gelul. Hè? Maar dat is misschien... hebben ze te snel afscheid genomen van Robert Molenaar uiteindelijk? Nee, dat denk ik niet. Nee. Dat was gewoon uitgewerkt. Nou ja, die had een hele duidelijke visie. En die duidelijke visie die pakte in het begin heel goed uit. We wonnen de eerste periode. We stonden eigenlijk volgens mij 2 keer gelijk. Deden we bovenin mee. Alleen op een gegeven moment dan in het voetbal dan raakt die visie uitgewerkt. Ploegen weten hoe je speelt. En dan gaat het erom hoe je aanpast. En dat bleef bij ons uit. Mm-hmm. En daardoor ging eigenlijk 2 keer het seizoen uit als een nachtkaars. Ja. En daarom denk ik van ja, dan op een gegeven moment dan werkt dat niet meer. En dan moet je je aanpassen, moet je wat nieuws bedenken. En hoe is dat nu? Staat deze huidige trainer, Michel Salde, staat hij wel meer open voor feedback en dat soort dingen? Hij staat wel open voor feedback en daar was hij ook heel duidelijk naar op zoek. En staat open voor meningen. Maar, en dat zegt hij, en dat is terecht, want je bent trainer en dan ben je de eindverantwoordelijke. En feedback, iedereen kan zijn mening geven en dan moet daar een tactiek uitrollen waar de trainer de verantwoordelijke voor is. Ja. Gerald had het net dan over advocaten en over Hiddink, dat mensen zijn die jonge trainers kunnen opleiden en spelers ook dingen kunnen meegeven. We hebben natuurlijk Arnold Muren hier rondlopen en zo zijn er nogal meer. Zou Volendam niet meer van dat soort mensen bij de club moeten betrekken? Ik denk dat alleen maar een goede zaak zou zijn. Het zijn natuurlijk Arnold ook, om die als voorbeeld te nemen. Die heeft alles meegemaakt. Die heeft ongelooflijk veel verstand van voetbal. Mm-hmm.
ja, daar kunnen wij binnen FC Volendam allemaal een hoop van leren. En waarom gebeurt het niet? Ja, dat is. Ik zit nog niet zo lang aan, nee, aan die kant van de club. En, ja, maar ik denk wel dat het een goede zaak zou zijn om zeker dat soort figuren, en we hebben er veel meer in het dorp, om ja, bij de club te betrekken. Gerald, waar denk je eigenlijk aan als je aan Volendam denkt? Verpaling. Nee, Volendam, dat is. Ik heb met spelers gespeeld uit Volendam, ken je Molenaar en dat soort dingen. Daar, ja, heb je natuurlijk wel altijd een bepaald gevoel bij. En Volendam, ja, ja, dat is altijd een gezellig dorp. Ja. Dus daar hoor je veel over. Dus je gaat straks ook nog even kijken op de dijk natuurlijk. Ik ga nog even op de dijk kijken, ja. Okay. Ja. Goed, ja, mannen, we zijn alweer aangekomen aan het eind van deze uitzending. Ik wil natuurlijk jullie, alle drie, Nick, Jack en Gerald, hartstikke bedanken voor jullie komst hier naartoe. Ik vond het, en Nick ook, vond het hartstikke leuk. Dit programma wordt de hele week herhaald op Leuf TV. Jack, dat moet je kort zo van jezelf. Ja, inderdaad. Ik hoop dat het er goed op staat. Of op www.rtvleuf.nl of via YouTube. Wel lekker voor Jack trouwens. Kan hij straks eerste goals en dan daarna deze uitzending even terugkijken. Kunnen we aan de DVD toevoegen. Ja, precies. Je wil op tijd beginnen, die jongen. Ja. Ja. Jij zit nu dus gewoon de hele week zit je te kijken, zeg maar. Ik heb vrijgenomen deze week. Okay. Ik wil u bedanken voor het kijken. En wij zijn weer terug 14 oktober. En ik zou zeggen, tot dan. De aftrap werd mede mogelijk gemaakt door Slagerij J&J Rundekamp, Jan Smit BV, Smit Bokkum. Al 6 generaties en ruim 160 jaar het culinaire visitekaartje van Volendam. Pandora Intelligence, Finding the Narrative in Big Data en Vishandel Sier.